Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag tweede paasdag. Vandaag gaan we gezellig borrelen bij mij. En mijn broer, onze vriendin, dus dat is ook gezellig. En ja, ik ben nu bij San, maar San is aan het werk, maar hij komt zo weer thuis. Hij moest tot 1 uur, dus nu kwart over 12. Ik heb net even gesport en ik ben net thuis. En toen zag ik dat er een super leuk pakketje op de deurmat lag. Gelukkig is mijn moeder niet thuis, want het is een superleuk pakketje voor moederdag. Het is een pakket van My Muesli en check hoe leuk dit eruit ziet. Echt, de packaging is everything. Oké, wat er dus in zit, zijn als eerst volgens mij 6 chocolaatjes. Heel erg benieuwd. En dus Muesli, strawberry, vanille, almond, granola. Oh, het ziet er echt super lekker uit. En de special mom edition voor moederdag. Mijn moeder is dus echt gek op granola en yoghurt en dat soort dingen. En het is bijna middag eten, dus ik ga dit maken voor haar als lunch. Want dit eet ze heel vaak als lunch. Het ontbijt nooit heel erg groot. Dus ik ga een super lekkere lunch voor haar maken. Ze komt zometeen ook thuis, dus ik ga haar ermee verrassen. Helemaal leuk. Moeder let zeker op gezonde eten en het fijne aan mijn muesli is dat het 100% biologisch is. Geen toegevoegde suikers in zitten en geen kunstmatige stoffen. Dus dat is in ieder geval heel erg fijn en ik denk dat mijn moeder dat heel erg zal waarderen. Het is gewoon allemaal standaard voorgemixte muesli's. Maar het leuke is dat je dus ook je eigen muesli kan mixen uit de mixer. En je dus zelf je toppings en ingrediënten kan kiezen. Dus dat is heel erg leuk voor moederdag. Dan kan je gewoon precies iets custom made maken voor je moeder. Wat zij lekker vindt. Dus ja, helemaal een persoonlijk cadeautje natuurlijk. Verder heb ik iets heel leuks voor jullie. Want met mijn kortingscode MAMSARA krijg je dus 10 euro korting bij een minimale bestelling van 10 euro. Om je eigen samengestelde mix te maken en te bestellen. En dit is geldig tot 8 mei, dus dan is het op tijd binnen voor moederdag. Hou er rekening mee, omdat het echt wordt gemixt, dat het een wat langere verzendtijd heeft. Dus ja, bestel dan op tijd. Tot 8 mei kan je het gebruiken. Muesli is trouwens de eerste start-up wereldwijd waar je dit dus kan doen. En ze hebben wel 80 verschillende soorten smaken, dus er moet echt wel wat voor jouw moeder bij zijn. Dus ja, ik vind het echt helemaal leuk. Ik ben super enthousiast. Ik heb het nog nooit op, dus ik ga het zeker ook zelf even proeven. Ik ga nu beginnen met het maken van de lunch. Ik heb trouwens de Haver Crunchy Cranberry Choco's. Chocoladehartjes, aardbeidjes en heel veel liefde. En bij deze zit er kokosgranola, aardbeien, cranberries, vanille en so much love. Woe, ik ben echt benieuwd. Oh my god. Het ziet er al mega pretty uit. Hoe leuk is dit? Even serieus. Ziet dit er leuk uit of ziet dit er leuk uit? Dit is toch te cute. Ik ga wachten tot ze thuis is. Ze is bijna thuis. Dan ga ik het aan haar geven. Oké, ik heb natuurlijk ook even een bakje voor mezelf gemaakt. Niet zo mooi, maar wel lekker denk ik. Hoop ik. Ik ben echt benieuwd. Ik heb er ook een beetje proteïnepoeder gedaan. Ik heb net lekker gesport, dus helemaal chill. Ik vind dat heel lekker met yoghurt, maar ik kom het ook gewoon met melk. Heel erg lekker. Lekker crunchy. En fruity, lekker fruitig. Kan een chocolaatje. Ook is het goed. Zo chill. Ook echt heel leuk dat je het dus gewoon zelf kan samenstellen. Ga je lekker opeten. Echt heel lekker. Oké, mijn moeder is net thuis gekomen en ik heb haar de muesli gegeven. Als verrassing lekkere lunch. Wat vond je ervan? Nou, ik moet je zeggen, ik was echt verrast. Ja, hè? Je weet dat ik van gezonde producten hou, zonder toevoegingen. En nou, echt lekker. Dankjewel. Of was een pre-moederdags gift. Nou, ik vind het er ook zo onwijs mooi uit. Ja, hè? Ja, maar het was echt toppertje. Je had deze van de moederdag special. Is deze van de moederdag special? Ja. Maar dan kan je kan ook helemaal zelf samenstellen. Elke smaak, topping, alles wat je maar wil. Nou, leuk hè? Het is toch leuk moederdag cadeautje, hè? Ik vind het heel leuk. En vooral omdat het ook zo mooi verpakt is. Ja. Dat geeft leuk, hè? Oké, nou, jongens. Missie geslaagd.
Goedemorgen allemaal, het is alweer dinsdag. Gisteren gezellig tweede paasdag gehad. Lekker gegeten, lekker geborreld. En vandaag gaat Isabel een half jaar naar Curaçao. Niet normaal. We gaan eruit swipen Schiphol. Dit is de outfit die ik aan heb. Outfit of today. Topje, Lumina, broek, Lumina. Schoenen, naked, tasje, Tess-V. Dus helemaal leuk. En ik ga nu even bel gaan met Bo. Gaan we even een koffietje doen. En ja, dan gaan we eruit zwaaien. Oh my god, ik kan nog steeds niet geloven dat het echt zo is. Nou, we zitten in de auto. We zijn al op Schiphol. We gaan een meid afzetten. Oh, spannend. Ja. Maar ik had nog kleding besteld, maar dat moet jullie even meenemen. Want het is nu op tijd binnengekomen. Doei schat. Doei. Gaat lekker. Oh nee. Doei. Schatie. Mijn make-up is heel erg leuk. Ja, maakt niet uit. We gaan je opzoeken. Ja, ik zie jullie snel. Kus. Love you, lieverd. Doei. Lien, veel plezier. Doei, veel plezier. Doei. Kan ik zwaaien? Nee. Hoeft niet. Haal maar uit. Oh, ze gaan helemaal zo, maar je kan ook gewoon hier erin. Alright, ik ben weer thuis. Ik ga zo meteen sporten. Het is namelijk alweer 4 uur. Ik heb nog wel een leuke foto's gemaakt bij een heel mooie spot met allemaal bloemen en zo. Dat was echt super leuk. Maar ik ga nu even me omkleden. Even een sportkleding reizen. Zo geen motivatie. Maar ik ben al een paar dagen niet geweest. Door Groningen en Pasen en weet ik het allemaal. Dus ik moet er even weer inkomen. Oeh, maar ja, komt wel goed. Ik ben inmiddels terug. Waarom is dit zo raar? Ik ben inmiddels terug. Van sporten altijd. Ik heb ook wel avond gegeten en zo. En ik heb een pakketje binnen van Shein. Ik heb daar allemaal dingen besteld. Voor mijn kledingrek. Allemaal zwarte kledinghangers. Waar je dus broeken aan kan hangen. Want ik heb superveel van die pantalons en zo. En spijkerbroeken kan je gewoon lekker makkelijk ophangen. Maar pantalons niet. Dat wordt echt fucking lelijk. En ik heb heel veel pantalons. Too much eigenlijk. Kijk hoe ze eruit zien. Dat het een beetje goede kwaliteit is. Meurt altijd zo fucking erg, jongen. Oh, het ziet er wel nice uit. Gewoon lekker mat zwart. Al mijn hangers zijn namelijk ook zwart. Dus het staat ook wat mooier. Kijk hoe clean. Gewoon dit. En dan... Oh, dit is wel ook stevig. Nice. Ze waren ook best wel... Niet duur, maar duur voor Shein. Dus hier heb ik er 20 van. Ja, you never know. Altijd handig. En ik heb boektape. Of heb ik er meer van zelfs? Nee, 20. Boektape besteld. Dat had een vriendin van mij aangeraden. Die was er nou boven, Sofie, volgens mij. Bo. En zij zei dat die echt top was van de Shein. Dus ja, ik weet nog niet helemaal hoe het werkt. Maar huidskleur, kleur en in het zwart. Ik kreeg dus ook van die dingetjes voor je tepel erop. Dus fucking chill. Ik ga het binnenkort uitproberen. Ik heb zo vaak topjes met een open rug. Of met dat je gewoon even niet je titel zien. Dus het komt helemaal goed uit. Ben benieuwd. En wat is nou nog weer besteld? Komt nog iets. Oh ja. Deze dingen. Hier kan je dus tasjes aan ophangen. Ze hebben zoveel van die handige organizing shit. Hoe werkt dit? Hoe werkt dit nou weer? Oh, zo. Mag ik het soms doen? Ja, kijk. Vandaag. Meeneemtasjes en zo. Niet echt mijn tasjes, maar echt mijn van die canvas. Grap, hoe fuck werkt dit? Soms word ik er geen goed van. Zo. En hier heb ik er 2 van. Ja. Dus hier, waarom heb ik dit niet in het zwart besteld? Ik weet niet meer wat ik deed. Kijk. Hoe chill. Leuk. Helemaal handig. Het hangt nu dus zo. Ik heb een paar pantalons echt aan een gewone kledinghanger. Nou, die kan ik goed gebruiken. Dan heb ik deze dingen van Shein, maar die zijn helemaal doorgezakt. Dus dat is niet handig. En ik heb deze.
Dus misschien laat ik deze even hangen. En later ga ik eerst even dit doen. Deze allemaal. En dan heb ik weer wat hangers over. Want ik heb dingen die ik moet ophangen en geen hangers meer heb. Dus en zoveel meer hangers moet ik ook niet doen. Want er hangen hier zoveel dingen al op. Wordt anders ook onoverzichtelijk. Dus ja, ik ben wel echt zo blij met mijn nieuwe kledingrekken. Oh, ze zijn lekker stevig en groot. Oké, alles hangt. Hier hangen dus nu al mijn pantalons. Pretty. En dan heb ik hier lekker mijn spijkerbroeken en zo. Dus nu hangt het weer een beetje chill. Ik heb heel veel kleding even lekker gestoomd. Wat een uitvinding is dit. I freaking love it. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Alweer wat lijkt mijn haar blond. Wat is dit nou weer? Ik heb het echt niet eens met zilver shampoo gewassen of zo. Ik vind die mooi lijken. In ieder geval, het is alweer woensdag. De week gaat zo snel door Pasen. Ik krijg heel vaak de kleur welke kleur haar ik heb. Ik heb gewoon mijn eigen haarkleur, dat is dit. En ik heb daar 4 of 5 keer highlights doorheen gedaan. Dat is het eigenlijk. Maar ik wil nu eigenlijk weer gewoon een beetje donker. Gewoon weer een beetje zo mijn eigen huidskleur. En het is 11 uur. Ik ben aangekomen een paar uur op. Maar ik heb lekker gewerkt. Ik ben nu ook aan het werken. Vlog editen. Ik heb even wat foto's gemaakt voor samenwerking. En even een sportoutfitje aangedaan. Sport BH van... Oh, trouwens, allebei van Stronger. Deze legging is van de Monica Geuze collectie. Ik vind die gewoon zo bizar chill zitten. Echt love it. Oh, en dit is trouwens de rug van die Sport BH. Heel erg leuk. Stronger is echt my fave brand van sportleding. Ik ga even een koffietje zetten en dan ga ik lekker sporten. Het is inmiddels 4:30. Ik ben aan het wachten op Nina en Anna. Die gaan me namelijk op voor het sporten. Ik heb helemaal geen zin om te sporten. Gisteren had ik dus echt geen zin, omdat ik dan helemaal eruit was. Weet je wel, dan het paasweekend en zo. En door Groningen was ik echt vet lang niet geweest. En dan heb je helemaal geen zin om te gaan. Maar als je dan helemaal weer haalt, dan ga je. Waar zijn je meiden nou, joh? Oh, ze staan er gewoon al. Jezus, wat dom dit. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik ben met Stan en we gaan gezellig even naar de stad. Naar Alfa. Even wat dingetjes kopen en een gezellig lunchje. En vanmiddag moet ik naar school. Dus helemaal leuke dag wel. Het is nu 10:45. Dus een beetje iets later dan de planning, maar maakt niet uit. Oh, lekker eten. Goed. Goed dit. Nou, ik heb een helemaal leuke nieuwe zonnebril. Bijna aan hem. 8 euro. Bij hem top. We gaan nu naar de auto lopen. Dan gaan we naar huis. En vanmiddag moet ik dus naar school. Helemaal geen zin in. Het is inmiddels al 4:45. Ik heb echt dé plek voor parkeren uitgevonden voor mijn school. Letterlijk tegenover mijn school. Gewoon tegenover. En dan 4,50 per uur in plaats van 7,50. Nou, helemaal chill. En het zit ook echt super dicht bij kantoor. Dus dat zou ik ook nog wel kunnen doen. En ja, het is nu net 1 minuut rijden. Ik ben over 1 minuut al op kantoor. En ik heb gezellig een borrel. Dus helemaal leuk. Nou, ik ben weer aangekomen bij de office. Ik wil trouwens nog iets super cools laten zien. Wellicht hebben sommigen van jullie het al gezien op TikTok. Maar we hebben dus nieuwe bureaus van Flexispot gekregen van hun. Dus super chill. En ik ga het even aan jullie laten zien. Nou, ik ben op kantoor aangekomen. En dit zijn dus de bureaus waar ik het over had. Super chill van Flexispot. En deze stoel, maar die heb ik thuis ook. Dat heb ik volgens mij al wel eens aan jullie laten zien. Zit super lekker. Zit helemaal top. Ben je helemaal een boss bitch? En deze is deze aangesloten. Kijk, je kan dus de stekker erin doen. En nu kan je dan heel leuk lekker werken. En het zit, ja, het is best wel ruim. Lekker goed. Schermpje erop, laptopje, dit. Zit echt lekker de ruimte. Kan je nog lekker werken en schrijven. En hier kan je hem dus omhoog doen. Hoe leuk. En dan kan je dus staand werken. Je hebt het al een paar keer gedaan, hè? I love it. Ja. There we go. Kijk. Hoe chill.
je kan echt zo hoog doen als je wil. En dan kan je gewoon lekker staand eraan werken. Dus het is wel goed voor je. Soms gewoon even wil staan en die benen wil strekken. En het werkt echt super chill. Je kan ook allemaal standen instellen. Dat jij bijvoorbeeld zegt persoon 1, 2, 3 en 4. Dan kan je eigen stand instellen en zo. Helemaal chill. Maar ja, je kan ook gewoon lekker zitten op deze super lekkere stoel. Als je benieuwd bent of je hebt interesse. Dan staan links in de beschrijving. Dus dan kan je gewoon even checken de stoel en het bureau. Het is van Flexispot. Dus thank you. Het is echt een goede... Goede toevoeging tot kantoor, hè? Ja. Super blij mee. Helemaal nice. Oh, en ik was dus net op school. En ik ga ook weer lekker twee dagjes... Zo, lekker wachten. Twee dagjes in de week hier werken aan mijn scriptie. Dus kan ik ook lekker werken hier. En na mijn school ga ik natuurlijk gewoon weer werken. Dus kan ik lekker elke dag hier zitten. Heel chill. Oké, jongens, ik ben met Maggie. Hi. En we zijn bij de McDonald's. Oh, we went to the borrel, but it was so cold because it was outside. I'm talking English because you're... Sorry. She's Italian. So, Maggie's from Hobbs & Lewis and we have... McDonald's! Okay. Yum! I have spicy McChicken. I have kip nuggets. Yes. Yeah. Spicy, love it. Oh, yum. It's very good. I'm so hungry. And there was like food, but like not enough. Not enough. So we went to McDonald's. Yum. Ah. First bite. Mmm. Oh, it's the best. Yeah. Mmm. Really good. How late is it? Oh. So when, how do you say that? 8:15. Yeah, 8:15. Quart over eight. That's also very different in English. Yeah. And Dutch. It's always really confusing. I think only Dutch is saying 15 over 8. That's like, really weird. Or like 9:30 to say 8:30. Yeah. The fuck, that's so weird. I don't get it. Dutchies are weird. Indeed. It's a weird language. Yeah, do you, like, you live now here 4 years? 4 years. Are you still, do you want, like, ever want to learn it? Yeah, I'm doing a course, but, really? And my boyfriend is Dutch, so I have to learn Dutch eventually, but, yeah, it's fucking hard. I understand, like, 50% of the conversation, but, like, I can't speak it yet. No, like, understanding is more easy, but, like, really speaking. But when do you take the course? Yeah. 2 times a week, but like, I skip it a lot of the time. I would do the same. Yeah, I'm busy, yeah? I'm a busy girl. A busy woman. Hobbs & Lewis thesis. Yeah. Life. Yeah. Okay. Boyfriend. Yeah. Friends. Exactly. Sport. Gym life. Not so much, but starting. Yeah. That's good. Actually, want water. I don't have it. But it was nice, but where we just were. Yeah. So cold. It was like freezing. Also, and I'm wearing a skirt. So yeah. Even colder. And yeah. I didn't know anyone. It was a not weird mix of people, but like, yeah. Just a mix. Mm-hmm. Also people that I didn't know at all. Like nobody. I'm eating fast. But I was hungry. Do you like spicy food? Yeah, I love it. Same. It's the best. I look like no. I put sriracha like I use so much of it. Yeah. And then Thomas is like, oh my god, you use so much. I'm like, hello, otherwise I don't taste it. No, it's so nice. I love it. It's the best. I always make it with spicy mayo. Mm-hmm. I make my own spicy mayo with vegan mayo. Really? And sriracha, oh, the best. It's the best. Nice. Yeah. Now you're really in the vlog. This is so exciting. Yeah. I'm actually gonna watch it and look at myself. Oh, this is so cool. Oh, you're so cute. Wait, I'm gonna do a little thing for the thumbnail. Oh, wait.
Ja. Like, everyone loves McDonald's mukbang, so if I'm gonna put that in the thumbnail, nice. Everyone's gonna watch it. Ja. Love it. Oh, this is the best. I'm going to work tomorrow, right? Yeah. Yes, yes. I have school in the morning. On campus. Well, yeah. At school. Like, let me know if what Thomas says about parking. Yeah, I think it's... Maybe it's not true, but like, maybe... I don't know. Man, otherwise you do the 450 parking lot. They should have a free parking for students. That's dumb. Yeah. But where? Otherwise, everyone is gonna park there. Yeah, okay, so? Yeah, they don't have like another... No, they should do show the student ID. Yeah. And then they get in for free. Yeah. Yeah, that... Yeah. Yeah, like, you know, like at North? Mm-hmm. You have to show your own ID. Yeah. They should do the same. Yeah. Yeah. That would be so nice. Mm-hmm. But I'm done, like, in a couple months, so... Yeah. How many classes do you have a week for this? Literally only this week. Oh, don't you have school? Yeah, but with thesis and I didn't go today. Oh. I skipped for the gym. I skipped it for the gym. Wow. No, I have a whole new person. I have like this week an introduction and like a meeting with my supervisor. Yeah, nice. And that's it. You already know your subject? Yeah, right? Yeah. TikToks for myself. Yeah, that's so nice. So cool. Oh, that's interesting. TikTok format. With, how do you call that? Uitwerking, yeah. Huh. With, like, examples. Mm. Like, I really have to make the, like, first and whole research and all the boring stuff. Yeah. You want one? No, I'm full. Whole burger is kidding me. We're like, oh, I'm so thirsty, I'm so thirsty. And then we're ordering and we forgot the drinks. What the hell? I went to the gym and I'm eating chicken nuggets now. But it's balance. That's balance true. Is key. I only had two little sandwiches for lunch. Yeah, so it's okay. It's okay. No, like, I already feel like working out 4 times a week since February now. Yeah. And I already feel like I'm more hungry. Because I work out. You're burning so much. Yeah. Like before I didn't eat so much. But now I'm sometimes like, oh my god, I'm so hungry. Like, what is that? But I guess it's the gym. Now you have bulk season now too. Bulk season. The creatine. Yeah, creatine. Okay, now jongens. Oh guys, I hope you like this little English mukbang vloggy. And maybe you will see More of Maggie. Let me know in the comments. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag. Het is alweer vrijdag. Shut the fuck up. Oké. Ik ga naar school. Again with the auto. Echt. Oh, het is zo slecht. Maar ik heb gewoon zo en jullie dat kut mee. En ik heb dus een parkeergarage gevonden voor 4,50. In plaats van 7,50 per uur. Dus dat scheelt nogal wat. Oh, deze wimpers willen er iets niet krullen. Ik ben trouwens bij Stan. Maar Stan moet allemaal 6:30 werken. Grap, 5:30. Ik zal niet hoe hij dat altijd doet. Maar goed. Kut. Willen niet krullen. Nou, dan doe ik wel een likkie mascara erop. En vind ik het helemaal gescheten. Geen zin om er veel moeite in. Dus het moet niet. Doe het gewoon zo. Ik ga weer lekker een koffietje zetten. En dan ga ik rijden. Nou, ik ben aangekomen op school. Dus ik ga er nu vandoor. Even opschieten, want ik ben een beetje aan de laatkant. Verkeer in Amsterdam, vreselijk. Het is inmiddels alweer 2:30. Ik heb een mini beetje naar school gedaan en ik was een keer gekeken. En ik ga nu lekker sporten. Helemaal zin in. Oké, ik ben helemaal ready. De girls gaan lekker uit eten bij Sumo in Amsterdam. We hadden gewoon even zin in lekker... Oh, you can eat sushi. Gewoon lekker vreten. Zoveel zin in. Dit is mijn outfit. Beter in de spiegel laten zien. Deze top met een open rug. En deze satijnen broek. Topje is van Naked. Broek is van Lumina. Leuk satijnen broekie. En schoenen van Naked. Helemaal leuk. En ik doe mijn Nuno bag erbij. Love it.
Oh, we zijn lekker bij Simba. Lekker meiden. Kijk hoe leuk het hier is. Love it. Jongens. Nu dan. Hij heeft gewoon echt een kop. Ja. Kijk die plek. Gast. Dit was om mij. Kijk ook waar. Ik heb ook een pluk haar van gast. Komt hier zwarte inkt uit. Oh, kijk hè. Doe eens, eten. Nee, niet ervoor. Oh, hij gaat helemaal mee. En? Lekker, smaak naar kip. Echt? Nu moet jij proeven. Ik wil ook nog proeven, hè? Heel hard, heel taai zeker. Ja, dat is gewoon de structuur. Oh ja. Laatst maak je wel met je vissen hoor. Oh, het is wel echt een flubberde bibber. Oh, hè? Die heb ik helemaal niet meegekregen. Wat is dit? Mmm, best wel lekker. Een soort kip, ja. Oeh. Nee. Dit ziet er lekker uit. Dat is het ook. Even twijfeltje. Wat is het? Nou. Maar nou krap. Nee. Dat is niet. Yeah. Nou, ik word niet goed. Het kan ook nooit een keer normaal. Maar ik wil wel hebben. Oké, uiteindelijk naar beneden kijken. Oh joh. Nee, eigenlijk moet je aan de hoofd. Hé, laten we dat filmpje zien van Juventus. Nee, dat gaan we op YouTube komen. Oh, zo niet. Hij staat op fucking Insta. Ja, maar niemand volgt. Wij zijn fucking motorboten. Hier, kijk. Ik was er weer helemaal vergeten. Wat? Motorboten. Nee, dat het filmpje was. Ah, anders is schattig. Oké, kijk hoe schattig ze is. Ik vind het eigenlijk. Ja, jij. Kijk hoe schattig ze is. Oh ja, kijk even dit. Maar wacht, hij is nu. Ja. Ja, dit is echt een kut verhaal. Oké, laat maar niemand snappen. Anne is zo schattig. Je moet zien, bij haar is het leuk als je onverwacht speelt. Dat ja. Wij zo. Welk hij doet het niet meer. Kijk het grootje. Jongens, hij doet het niet. Tijd is voorbij. 15? Maar we hebben echt, we missen heel veel dingen, hè? Al die skewers. Skewers, kijk maar. Ja. En de skewers, ja. Gast, besef dat we gewoon 5 rondes vol hebben gelopen. Ja, maar normaal zijn de rondes veel groter. Je krijgt van alles 4. Jawel, 3 bieren, ja, kom op. We hebben ook een mannen. En ook een mannen. Ja. Is je hop, die fles? Nee, zullen we het in de kroeg doen? Ja, we gaan gewoon naar een karaokebar. Jongens, waarom zou je dat niet waarom doen? Waarom gaan we niet eerst naar Leiden, dus een biertje en dan gaan we naar even karaoke. Leef maar één keer. Ik leef nog een dag karaokebar. Karaokebar is nog leeg. Goedemorgen allemaal, het is alweer zaterdag. Gisteren was super gezellig. Het is nu 12 uur en ik ga even sporten. Heerly de beerly. Het weer is een beetje moe. Ik heb wel zin om te sporten op zich. Even spullen pakken en dan ga ik. Alright, het is inmiddels maar 5 uur. Ik heb hem klaargemaakt. Ik heb echt lekker geglamd. Helemaal leuk. Ik heb nu een feestje van mijn familie en daarna een feestje van vrienden. Het is wel licht, joh. Dus dat. En dit heb ik lekker aan. Leuk! Naar de party! En de vrouwen, doe je nou! Zo, hè zo! Oh!
naar Verkleij. Het is een video vandaag. Gekke shoot, het is een videoclip van een muziekvideo van Nuke op West. Nee? Zullen die maken? Ja, Nuke op West zitten wij hier op die auto. Nuke op West. De vieze Nuke op West. Lekker mee. Oh, dit. Goedemorgen allemaal, het is zondag. Gisteren echt super, super, super leuk feestje gehad. Nu ga ik weer lunchen, dus ik moet even snel zijn. Ik heb heel erg haast. Ik ben eigenlijk al 3 minuten te laat. Oké, ik ga. Ik ben gezellig met de girls. Kijk hoe lekker eten. Oh, ik wil het nu eten. Dit is wel goed. Heerlijk in het zonnetje. Nog meer lekker eten. Ah, ik ben weer thuis. Ik ben zo moe. Holy shit. Echt kort geslapen ook vannacht. 4, 5, 9. Oh, echt best wel lang, 8 uur. Ik ben wel heel moe. Ja. En ik heb gewoon een beetje een kater. Echt kut. Ik ga nu op bed. Lunch was wel echt super gezellig trouwens. Ik ga zo gezellig naar Stam daar eten. Ik krijg echt zoveel complimenten over mijn nagels altijd. Helemaal leuk. Ik heb helemaal geen make-up op of zo op mijn gezicht. Het is echt een beetje... Het is alweer maandagochtend. Ik hoop dat jullie de weekvlog leuk vonden. Ik vond het weer echt een super gezellige week. Dus ja, vergeet zeker niet mij te supporten. Abonneren, like, subscribe. You know everything. Ja, bedankt voor het kijken. En ik zie er echt weer geweldig uit. En tot de volgende keer. Doei doei!